Goedendag. We staan aan het begin van het weekend. Een rustig weekend als het om het weer gaat: vaak wolkenvelden, soms een opklaring. En droog ook. Op de meeste plaatsen blijft het hele weekend gewoon droog. Ook rustig weer op het water, want de wind valt de reuze mee. Dat is over het algemeen een matige wind uit het zuidwesten of westen. En dat komt allemaal door een hoge drukgebied boven Frankrijk, ten zuiden dus van Nederland. En het hoge drukgebied dat zorgt voor een westelijke stroming waarin wolkenvelden worden aangevoerd en zo nu en dan ook wat opklaringen. Het actieve weer bevindt zich ten noorden van ons, daar hebben we nu nog geen last van. Maar dat gaat wel weer vanaf dinsdag een rol spelen als dat hoge drukgebied verder naar het zuiden gaat bewegen. Zaterdag een dag met veel wolkenvelden en smiddagstemperaturen tussen de 8 en de 10 graden. Dat is redelijk zacht voor deze tijd van het jaar. De wind waait uit het zuidwesten en is meest matig. En er zijn nauwelijks verschillen te benoemen eigenlijk in heel het land. Ook op zondag is dat het geval. Dan is er wel wat meer ruimte voor de zondenking. En op veel plaatsen kan het dan 10 graden worden. Nog steeds waait de wind uit het zuidwesten en is meest matig aan zee, af en toe vrij krachtig. Zoals gezegd is maandag ook nog een droge dag met opnieuw die 10 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het duidelijk wel wat wisselvalliger. Er kan er af en toe flink wat regen vallen. Vooral in het noordelijk kustgebied kan het ook echt wat harder gaan waaien. Nachttemperaturen blijven nog steeds ruim boven het vriespunt. En de wind die zit in de west-zuidwesthoek. En dat het vanaf dinsdag wisselvalliger wordt, dat kunnen we ook mooi zien op basis van de neerslagkans. Want die eerste dagen die verlopen dan vrijwel droog. Misschien maandag ook een enkel buitje nog. De kans is nog niet heel groot, maar vanaf dinsdag duidelijk dat het wisselvalliger weerbeeld. En moeten we er rekening mee houden dat we iedere dag toch wel enige tijd de paraplu nodig hebben. Nog fijne dag.